Fusienieuws. Over een paar maanden is het dan eindelijk zover. Op 1 mei 2010 wordt het aantal stadsdelen van Amsterdam teruggebracht van 14 naar 7. De stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer gaan fuseren en worden samen Amsterdam-Oost. Dat is nogal wat. Veel dingen gaan veranderen in de organisatie van de nieuwe stadsdeel. En na de gemeenteraadsverkiezingen in maart komt een nieuwe bestuur. Voor Fusienieuws is dat vanzelfsprekend reden genoeg om bij de eerste politieke avond een kijkje te nemen. Die werd gehouden in het prachtig nieuwe gebouw van het Centrum voor Beeldende Kunst achter het nieuwe stadsdeelhuis. Het was natuurlijk een beetje onwennig, maar wel spannend. Zeeburgers en Oost-WGM'ers voor het eerst samen op een politieke avond. Er waren verfrissend veel nieuwe gezichten, waarmee toch nog ontzettend veel besproken moet worden. Na een kop koffie kregen we een welkomstwoord van de dagvoorzitter, Willem van Spijker. Welkom hier. We hebben deze ruimte ter beschikking gesteld voor ons vanavond. Hartstikke mooi. De politieke avond stond natuurlijk vooral in het teken van kennismaking en ideeënuitwisseling. Met elkaar, met maatschappelijke organisaties, met bestuur en politiek. Terwijl de zaal omgebouwd werd, klaar voor een lagerhuisdebat, werd er in de hal in groepen gediscussieerd over belangrijke thema's die Oost raken. En dan gedistilleerd tot overzichtelijke stellingen, klaar voor het slotdebat. Samenleven in de buurt, talentontwikkeling en onderwijs, wijkeconomie en werken, bereikbaarheid en verkeer, vrije tijd, kunst en cultuur. Om klokslag 9 uur konden we dan plaatsnemen in het lagerhuis. Gelukkig gingen stadsdeelbewoners door elkaar zitten en niet tegenover elkaar. Er werd eerst gedebatteerd over stellingen geformuleerd door de maatschappelijke organisaties zelf. Om te beginnen met de woningbouwcorporaties. Een van de belangrijkste partners in de wijk. Vertegenwoordigd hier door Aymere en Rochdale. Ik heb een sfeer moeten maken dat de corporaties als partner daarin serieus te nemen. Door allerlei factoren en de grote hoeveelheid betrokken partijen gaat de gebiedsgebruikontwikkeling veel te graag. Zelfs op het laatste moment moet vaak de standpunten worden uitgevoerd. Dat is met name jammer voor de buurtbewoners en ondernemers van deze wijk. Deze missen kansen die wel voor handen zijn. Hey maar! Ik ga zeggen, neem ons zeer serieus. Mensen de buurt uitgejaagd door de manier van ontwikkeling van deze corporaties. Nou, dat ging in ieder geval levendig van start en kwam al vrij snel oud-zeer naar boven borrelen. Hier is dus duidelijk veel ruimte voor verbetering. Unieke combinatie die je ziet. Dat weten de ingewijden wel. Zijn ook een beetje concurrenten. Dynamo en Civic waren toen aan de beurt om hun stellingen te presenteren. Concu Partners heette dat, geloof ik. De vraag was, waar droom je van? Dynamo droomt dat de samenwerking met het stadsdeel en andere partners een samenspel is waarin ieders verantwoordelijkheden duidelijk zijn benoemd. En de denktank Sociale Cohesie Zeeburg heeft ook zijn bijdrage geleverd. De denktank Oost-Watergraafsmeer was vreemd genoeg niet aanwezig. Ten slotte werd met raadsleden kort gedebatteerd over de stellingen eerder geformuleerd in de hal. Eén punt. We hebben een heleboel interessante theaters en ik hoorde van zeker in Eiburg dat er ook allerlei instituties en dingen dat moeten bundelen. Maar geef vooral ook vertrouwen aan je bestuur, vertrouwen aan je burgers en wees transparant in je denken en je doen. En dat was het dan. De eerste politieke avond zat er bijna op. Na afloop vroegen we enkele deelnemers om hun mening. Leerzaam. Leerzaam? Ja, ik ben eigenlijk echt vanavond hier naartoe gekomen om te luisteren. Oké. Wat minder mijn mening te geven, maar ja,
komt. En voor mij was het Zeeburg en Waterkast meer de Transvaalbuurt. En Indische Buurt was voor mij altijd al oost. Informatief. Ja. Ik heb heel veel nieuwe meningen gehoord. Ja. Concrete dingen. Ik vind het erg leuk om te zien dat de bewoners uit Oost en Zeeburg met elkaar willen gaan werken. Denk je dat dat gaat? Denk je dat dat wel wat wordt? Ja, dat wordt wel wat. Het moet wel wat worden. Het moet wat worden, maar het gaat ook wat worden. Ja, nee, absoluut. Ik vond het een ontzettend leuke avond. Ja? Ja. Nuttig ook? Ik vind het nuttig. Het is levendig. En dit mag zeker herhaald worden. Ik vind goed eraan dat we over en weer de stadsdelen of mensen die actief zijn in de stadsdelen ook leren kennen. Ja. Ja. En u denkt na vanavond, als we dit een paar keer gedaan hebben, dat het wel gaat tussen ons twee, want ik ben uit Zeeburg. Ja, maar Oost is natuurlijk toch een beste stad. Ja. Oh ja, ja, er zijn discussies over vanavond geweest. En wat... Meneer, wat vond u van vanavond? Ja, interessant. Ik had het niet verwacht vandaag, zo zou gaan. Maar het had toch wel een beetje feller verwacht eigenlijk. Felle discussies? Felle discussies verwacht. Ja. Dat is een beetje, ja. De inhoud, wat vond je van de inhoud? De inhoud ging toch wat minder. Ja. Het ging niet echt over de inhoud of de echte speerpunten die er zijn tussen beide stadsdelen. Wat is, noem maar eens een speerpunt waar jij mee zit. Waar ik zelf mee zit is de locatie zelf. Zeeburg vindt dat locaties allemaal verkocht moeten gaan worden aan woningbouwverenigingen. Oh ja, dus de maatschappelijke vastgoed. Maatschappelijke vastgoed is absoluut verkopen. Ja. En Oldwater trouwens meer vindt van niet. Ik vond het een bijzonder nuttige avond. Ik denk dat de bewoners de gelegenheid kregen om hun verhaal neer te leggen bij de politiek. Heel goed dat raadsleden al die aparte tafeltjes voorzitten waren. Dat vond ik ook erg goed. Organisaties waren aanwezig. Ik denk dat het een begin is om na te denken over dat nieuwe Oost. Ik vond het enigszins teleurstellend. Teleurstellend? Kunt u dat misschien een beetje toelichten? Nou ja, ik had meer debat verwacht en minder... minder... strijd. Strijd of meer alleen maar roepen van wat stokpaardjes. U heeft veel hobby's gehoord vanavond. Ja, veel hobby's, ja. En wat zou u dan liever willen zien? Wat zou u dan liever willen horen? Het liefst heb ik een serieus debat waarin je echt voor en tegenstanders van een bepaalde stelling... Het is misschien niet de juiste tijd om in Oud-Zeer te blijven rollenbollen. Zou het kunnen dat de uitdagingen die voor ons liggen veel belangrijker zijn? Dat gaan de inwoners van Oost natuurlijk in de komende tijd zelf bepalen. Dit was Fusie Nieuws.